Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt niet dat ze een valse start heeft gemaakt. De bewindsvrouw, die de bijnaam Iron Lady heeft gehad, zegt dat deze naam afstamt van de periode toen ze nog consultant was. Volgens haar moet deze bijnaam niet negatief gezien worden. Het gaat er alleen om dat je zaken zo goed mogelijk moet aanpakken. Voor haar gaat niet op dat er aangegeven wordt: wij hebben het altijd zo gedaan. Ferrier kijkt meer naar het eindresultaat. De minister kan zich niet terugvinden in de kritieken, al zou ze een valse start gemaakt hebben. Als de BVL dat vindt, hè, nogmaals, ik heb gezegd, het belang van het kind staat voorop. En dat blijf ik zeggen. En als je gekozen hebt en je houdt van je boek, ik denk dat ook meneer Valisse en iedereen die met hem is, toch wil gaan dat onze kinderen het goed doen, niet alleen in Suriname, maar in de regio. En als je daarvoor een beetje extra moet inzetten, dan moeten we dat toch met z'n allen doen. En dat is het enige wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd, als onze kinderen, bijvoorbeeld de lagere schoolkinderen, 4,5 uur eigenlijk lestijd krijgen, en dan moet je, de leerkracht moet zich voorbereiden, laten we zeggen voorbereidingstijd, kom daarbij. Maar dat kan je toch niet als je je hart op de juiste plaats hebt. Van die 4,5 uur gaan aftrekken dat je moet vergaderen en dat je training moet doen. Sorry. Ik bedoel, er is een safe en we zullen zien wie door die safe gaat. Omdat die het hart op de juiste plaats heeft voor het kind. En Suriname, de toekomst van Suriname, omhoog wil brengen, of die zegt van ik blijf die korrel die boven blijft in die zeef. Ja. Ik zeg, er zijn twee kanten. Hè. U let heel sterk op het belang van het kind, maar wat about het belang van de leerkrachten? Het belang van de leerkrachten, nogmaals, ze hebben hun herwaardering. Het enige wat ik heb gezegd, die herwaardering is niet zomaar, het is aan voorwaarden gebonden. Dus we gaan investeren ook in die leerkracht, maar het gaat niet zomaar zijn als je je job niet op de juiste manier doet. Ferrier zegt verder dat het ministerie de lat van excellentie hoog zal stellen. Suriname moet meetellen in de wereld, vindt ze. En volgens de bewindsvrouw zal dat niet gebeuren als we zo vroeg zoveel drop-outs hebben. De MINOC-minister gaat er alles aan doen dat de school na de paasvakantie een vlotte start heeft. Die transport en dat soort dingen zijn voor mij echt prioriteit. En schooltransport, dat soort dingen. He, nogmaals, ik heb ook al gesprekken gehad met de schoolleiders van het binnenland. En daar hebben we ook gezegd, nogmaals, ik waardeer verschrikkelijk wat die mensen allemaal doen. Maar het kan niet zo zijn dat zij dan ook nog eens een keertje uit hun eigen zak moeten betalen tijdens de vakantie. Dus nogmaals, het is geven en nemen. Jij zet je in, dan word je beloond. Nogmaals, ik heb de bonden nog niet eens uitgenodigd. Ik heb dat gesprek nog niet eens met ze gehad. Er wordt gereageerd op wat in de media staat. En jullie zijn zelf media en je weet niet elk medium geeft de informatie en de intentie die erachter ligt op de juiste manier weer. En als je daarop gaat reageren, ja, begrijp je het? Ik heb heel lang gesproken met de media, zelfs te lang. En als zij bepaalde dingen daaruit halen en dat daarop gaat focussen, begrijp. U zegt het beste is wanneer u zelf met de bonden praat, kunt u. Begrijp je? Ze worden ook heel gauw uitgenodigd. Tot zover de nieuwe minister van Onderwijs, Lilian Ferrier. De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat ze geen valse start heeft gemaakt.